Yo, what up, Wilbro's? Jullie krijgen maar geen genoeg van meneer Frankie Boy, de visboy, baby. Jullie krijgen er gewoon geen genoeg van. Het is echt gestoord. Dus vandaag kijken we weer naar Frank Visser. En stop ik weer wat extra geld in het zakje van SBS6. Abonneer op SBS6. Vind jij Frank Visser nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren als je nog niet geabonneerd bent. Bij de 100.000 abonnees gaat mijn haar groen. 48% is niet geabonneerd. Maak het getal kleiner. Maak het kleiner, alsjeblieft. Vandaag hebben we de ruzie tussen Connie en Tilly. Het gaat niet zo goed tussen die twee. Verrassing, dit is weer ruzie. In de gaten gehouden worden, want met die camera's ook. Je kan niet lopen of er wordt gezegd van, dat je kijkt. Maar ja, ik heb ogen gekeken om te kijken. Oh god. Wat is hier allemaal aan de hand? Ja, dat heb ze al in mijn tuin gegooid. Wat is dat? Daar is hij hoor. De legende, Victor. Batterijtje, ja. Zo'n oplaadbaar batterijtje is dat. Deze bedoel je? Ja, dat vond ik in een. Ja, dat is, ligt dan in de tuin. Maar ja. Jij zegt dus, dat gooit de buurvrouw expres in jouw tuin. Ja, ik weet niet waarom. Maar jouw tuin wordt dus eigenlijk een klein beetje gebruikt als vuilnisbak. Het is heel makkelijk om de buren daarvan te beschuldigen. Maar soms komen er ook dingen in je tuin terecht vanwege de wind. Ik heb soms ook allemaal troep in mijn tuin die niet afkomstig is van mij. Of van mensen die bij mij thuis zijn geweest. En dan denk ik ook van, hoe komt dat nou in mijn tuin? En dan weet ik vaak ook 100% zeker dat het niet van de buren is. Want ik ken mijn buren. Ik had zelfs eens een bolletjeszak van de supermarkt die hier niet eens is in Wolvenga. Het waait er dan gewoon soms in. En hoe weet je nou zo zeker dat de buurvrouw, dat Tilly dat doet? Ze vreet ijsjes. Ze vreet ijsjes? Ja. Dat zou hetzelfde zijn als dat zak bolletjes. Ja, iedereen eet wel eens bolletjes, toch? Hoe weet je dat die van je buren is? Ja, mijn buren die consumeren wel eens eten. Dan moeten ze het automatisch expres in mijn tuin hebben gegooid. Ja, ze is er wel dol op, ja. Okay. Ze is er dol op, oké. Okay. Batterijtjes die... Ze is een raketje, denk ik. Ik weet het niet. Fucking Victor! Hij is zo flauw! En hij is zo niet grappig. Waardoor het juist wel grappig is. Ik denk dat ik daarom wel een beetje met op connect. Vaak ben ik ook gewoon zo niet grappig. Dat ik mezelf toch wel als grappig. I get. Nu vraag ik gewoon om comments. Van, je bent helemaal niet grappig. Ik heb een award gewonnen voor meest hilarische persoon van de wereld. Heb jij een prijs dat je super grappig en hilarisch bent? Nee. Goedemiddag. Goedemiddag. Victor. Wat is dat nou weer voor een reveal liedje? Goedemiddag. Goedemiddag. Victor. De sound design van deze show. Alsof ze een van de James Bond villain is. Ik heb de hele maand januari alle James Bond films gekeken. Ik wil gelijk eigenlijk even met u naar de voortuin om te praten over alle ellende met de buurvrouw. Ja. Dat kan. Want mooi. U bent meer een hondenmens. Ja. Dat is mijn achtste nog. Dit is al de achtste hond. Wauw. Want de buurvrouw is een poesemens. Oeh, ja, dat... Ik hou niet van poesen. Nee, oh. Niet van de buurvrouw volgens mij. Vooral niet als... Oh mijn god, hij is on point. Laten we eens beginnen bij de problemen die de buurvrouw mij allemaal verteld heeft. Want als ik dat allemaal zou geloven, dan sta ik hiernaast de duivel. Ja. Bent u dat? Bent u dat, vraagt hij ook nog. Ja, klopt, ben de duivel. Ja, ik ben hier op aarde gestuurd in het lichaam van een bejaarde oude vrouw. Nee. De buurvrouw zegt namelijk, Tilly, dat jij van allerlei viezigheid in haar tuin gooit. Nee. Stokjes van ijslollies. Ik heb geen ijslollies halen, dat lus ik niet. Ik ze lusten niet eens. Zegt namelijk, ze is dol op ijs. Ja. Ze vreet de hele dag ijs. Ja. Het doet me denken aan die man van praatjesmakers. Ik weet even niet meer hoe die heet. Zo praat hij tegen die oude bejaarden van... Zij zegt dat je stokjes in de tuin gooit van ijslollies. Ook gewoon een beetje aan het stoken ten eerste. Nou dames, ik ga jullie niet daar zijn ze dan. Om een hand te geven. Nee. Vind ik niet eerlijk. Nee hè. Laten we eens beginnen hier in de voortuin. Connie, vertel eens tegen de buurvrouw wat je ervan vindt. Ja, ik durf het niet. Je durft het. Je klapt een beetje dicht. Mag je de confrontatie doen en dan ga je van... Durven niet. Wedden, we krijgen nu gewoon straks zo'n stukje van die oude vrouw die gaat ze van... Oh ja, dan gaat ze weer zielig doen hoor. Dat krijg je altijd. Aanstellerij. Ze kan gewoon heel goed toneel spelen. Of ze het erg vindt, of ze het verschrikkelijk vindt. Je voelt je niet helemaal prettig. Nu. Maar inderdaad, lacht ze.
Het is een stiekemerig mens, dat ziet hij. Ja. Maar jij zegt dat de buurvrouw dus van allerlei viezigheid in je tuin gooit. Ja. Maar je moet niet als je troep in de tuin krijgt dat ik dat gedaan heb, want dat doe ik niet. Nou, rustig maar. Hoor. Ja, nee, niet. Ze komt ook agressief over bij mij. Ja. De conniveer, jij zegt die is vergiftigd met schoonmaker zijn. Ja. Hele gezien? Nou, ik was niet thuis. Nou dan, hoe kan je mij dan de schuld geven? Maar ik rook het wel. Lieg dat je nee, was. Nee, jij liegt. Ja. Oh, nu durft ze wel. Ik heb het idee dat soms als mensen burenruzie hebben, dat ze like helemaal paranoïde worden. Like hun coiffeur gaat dood. Ja, en dat is meteen van, oh mijn god, dat moet mijn buurvrouw gedaan hebben. Je plast een beetje bloed, weet je wel. Het gaat niet zo lekker. Ik denk, moet mijn buurvrouw gedaan hebben. Ze heeft me vergiftigd. Nu plas ik bloed, help. Ik vind het wel cool dat ze een dagebedstandbeeldje heeft trouwens. Dat is wel sick. Kan ik ook wel zeggen wie heeft dat gedaan? Nou, dat heeft niet zoveel zin meer, want je hebt eerlijk gezegd. Ik heb het eerlijk toch gezegd, ja, omdat ik gewoon zelf eerlijk ben. Ja. Of ik heb... ik stond vastgenageld. En ik stond met mijn vuisten zo in elkaar. Want dan denk ik bij mezelf, ja, ik zou er wel in elkaar willen rammen. Maar wat schiet je ermee op? Niks. Ik vind het altijd grappig als oude vrouwtjes gaan van... ja, ik zou er zo in elkaar willen rammen. En dan heb je mij, weet je wel, 25-jarige jonge man, die gaat van... alsjeblieft... niet vechten. Ik ben een gevoelige jongen. Komt een schroef in die boom gedraaid. Ja, één keer. Waarom? Boos was. Dan moet je naar me toe komen. Dan moet je ruzie met me gaan maken. Maar niet een boom kapot maken. Die heb ik van mijn moeder gekregen. Daar zijn nagedachten is. Ja, dat heb je nooit verteld. Dan denk dat is dan haar schuld, weet je wel. Dat is dan haar schuld. Je hebt iets van mijn dode moeder gesloopt. Terwijl je ook gewoon met mij kon praten en boos kon doen tegen mij. Ja, je hebt mij niet verteld. We hebben ruzie, dus dan moeten we afspraken maken, weet je wel. Ben jij een vuil, smerig, vies doortrapkring? Hier staat de geluidsinstallatie. Ja, even kijken. Ja, maar gaat goed. De geluidsinstallatie. Ja, de muur aan. Ja. Wow, wow, wow! Wow! Zijn dat films? Zijn het allemaal dvd's? Wow! Het zijn toch allemaal films? Het is niet muziek. Stukje uitgesneden. Ja. U heeft hem op de vloer gezet. Ja. En wat is daarvan de bedoeling? Omdat zij ook zo bezig was. Dat het meer herrie maakt. Ja, dat het een beetje doordreunt, ja. Oh my god, ze heeft een gat in haar muur gemaakt en een geluidsinstallatie op de grond gezet, zodat de buurvrouw er meer last van heeft. Oorspronkelijk was het de bedoeling van mijn setup dat je mijn hele groene muur ziet. Maar voor de buren heb ik hier, achter de camera en hieronder nog, allemaal van deze foamplaat gedaan. Zodat mijn buren er minder last van hebben, van het geluid. Mijn buurman is hier één keer geweest. Ik zag comments die dat niet geloofden, maar dat was echt zo. Dat was echt zo, maar Ronald schreeuwde ook heel hard. Ik ga even met u mee. Ja, is goed. Naar uw woning. Victor, als jij dan... Dat zijn Blu-rays daar. Ze komt er niet in, hoor. Oh, ik mag niet in. Ze waren net in haar huis. Waar komt hij niet in? Ja, nou, dan ga Victor met u mee. En dan ga ik met mevrouw mee. Wat moet ze hier doen? Ze kijkt toch alleen maar van... Nou, je was net in haar huis. Doe even normaal, joh. Het is gewoon echt weer classic, Victor. Ja, dit is het, hè? Ja. Dit is het. Nou, laten we eens beginnen. Oh, en nu zijn we alweer in de rechtszaal. Nou, dat is snel gegaan. Voor wie zijn jullie op dit moment? Daar troffen wij aan één dode conifeer. Nou, dood. Ja, half dood. Half dood? Ja. En u zei dat het de buurvrouw gedaan. Nou, omdat ik kwam thuis. En ik rook. Ik denk schoonmaker zijn. Ja, maar je hebt het gewoon geroken omdat ik gespoten had. Maar ik ben helemaal niet bij jouw boompje geweest. Hoe kan er nou ineens zo'n grote wonden... Weet ik, misschien heeft er wel een hond gepist, weet ik nee, veel. Nee, dat was schuiven schoonmaker. Oh nee, want je was erbij. Ik kan roken dat het schoonmaker zijn. Nou, maar niet van mij. Nou, honden zijn is niet hetzelfde of als schoonmaker. Of katten zijn kan ook. Nee, je kan niet. Dat ruikt ook anders. Ja, ja. Oh ja, dat weet jij. Nou, kom op, het hoef je toch niet te weten. Je weet wel het verschil tussen een pislucht en een schoonmakerszijnlucht. Wie bent u? Ik ben de buurvrouw. Buurvrouw van... Nee! Wat? Ja, ja. Wat is dit voor gekke crossover? Was die ene vrouw van like, de ergste burenruzie ooit? Van deze video. Oh mijn god, dat is die! Echt? Dat zou echt buiten leren. Hallo? Nou, ik ben jouw buurman. Jij? Oh shit, dat is ook... Was dit daarna? Gaan ze hier al ruzie maken in deze rechtszaal? En dan kregen ze daarna hun eigen zaak. Ik ben jouw buurman.
Jij moet je ik zwijg op je. Je kent er nog twee weken. Ik zou je vertellen. Je kent er pas twee weken en ze jou er door de ruit tegen. Frank Visser zit echt zo van, oh mijn god, het zijn echt kinderen. Jij hebt een relatie met zeg mijn buurman. Iedereen weet het, behalve de buurman zelf. Zeg mij, alsjeblieft. Dat geeft al aan hoe gestoord je bent. Ja. Waarom gaat het opeens over hun? Eigenlijk is het inmiddels een straatruzie geworden. Ja, dus, ik denk dat het geen pretje is om in die straat te wonen. Tichten elkaar van voortdurend. Wow, 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 wat heeft hij? Heeft hij zich opeens, wacht even. Hier, check dit. Ja, hij heeft gewoon een pak aan, grijs pak. Ewa, ik ben Frank Visser, yo, sick. Nu heeft hij opeens zo heel rechte dingen aan, joh. Hij heeft zich gewoon even omgekleed. Waarschijnlijk is het gewoon een jasje over zijn pak heen. Maar dat maakt niet uit, hij heeft zich compleet omgekleed. Wie vanaf vandaag nog tv, radio, muziek of wat dan ook zo hard aanzet binnenshuis, dat het bij de buren kan worden gehoord, die moet een boete betalen aan de tegenpartij van 100 euro per keer. Met een maximum van 5000 euro. En ik verzeker u, dat kan oplopen. Dit is mijn beslissing. De zaak is afgedaan. Dank u wel. Gewoon stil zijn. Gewoon ophouden met dat geroezemoes, joh. Wat vonden jullie van deze zaak? Ik vond ze allebei gewoon een beetje gek. En ik denk, ben tot de conclusie gekomen dat die buurt gewoon echt heel onprettig is. Heel onprettig. Wil jij nou meer Frank Visser? Laat het weten in de reacties beneden. En dan zie ik jullie, niet letterlijk, in de volgende video. Doei!